Ja, we zijn nu al Mitchell een tijd aangegeven dat hij weggaat. Als Excelsior mij had willen hebben, dan hadden ze zeker wel een keer aangeklopt. Dus ze hebben een focus op andere trainers gericht. En Excelsior heeft echt stappen gemaakt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ze denken, nou weet je wat, we kijken eerst even om ons heen. Maar ja, dat zou wel een droom zijn natuurlijk. Daar ben ik eerlijk in. Dit zei Adrie Poldervaart eind april als trainer van Barendrecht. Nu, nog geen maand later, wordt hij gepresenteerd als de hoofdtrainer van Excelsior. En dus komt zijn droom uit. Ja, nou ja, nooit verwacht. Nooit verwacht. Heel veel mensen hebben het altijd wel gezegd. Het zijn vooral mensen die iets gunnen. Maar ik had dit nooit verwacht. En ja, nu sta ik hier. Ja, dat is prachtig. En zal ik met, zoals ik al zei, met duizend handen aangrijpen. En het gaat vooral om presteren. En dat wil ik erg graag. Ik wil dingen veel, maar ik wil ook erg graag winnen. En ik wil ook zorgen dat we ja, iets neer gaan zetten. En daar is Excelsior heel goed mee bezig. Dus mooi is daar mijn steentje bij kan dragen. De competenties die we opgesteld hadden was innovatief, modern, hard werken, herkenbare speelstijl. Maar ook ervaring op het hoogste niveau. Nou, Adrie voldoet aan die competenties behalve de ervaring op het hoogste niveau. En na het niet doorgaan van de andere drie hebben we wel de keuze gemaakt om de andere drie wel te handhaven. En niet speciaal maar voor een naam te gaan kiezen. En die ervaringen mag hij nu opdoen. Die trainers waren Ernst Faber, Marcel Keizer en Albert Stuivenberg. Uiteindelijk koos Excelsior dus voor Poldervaart, die al meer dan 20 jaar in dienst is bij de club. Maar dan wel als fysiotherapeut. En dat kan misschien een valkuil zijn. Dat ben ik geweest. Ik ben nu hoofdtrainer. En zo zal ik me ook gaan gedragen. En ja, toevallig ben ik ook fysiotherapeut geweest. Het is vooral opvallend omdat het nergens anders gebeurt. Dus ja, dan krijgt het extra aandacht. De enige valkuil, of de grootste valkuil, is datgene. Hoe gaat de spelersgroep ermee om en hoe gaat Adrie ermee om? Uiteindelijk is iedereen hier professional en moet iedereen zich gewoon professioneel gedragen. Zijn werk doen, zowel hij nu als hoofdtrainer als wij als spelersgroep.